De SP wil behoud van het feestaardvarken. Het bekende sculptuur voor de roset moet wellicht wijken voor woningbouw. In dat geval wil de partij een nieuwe plek zoeken voor het vrolijke rode beest. Kunstenaar Florentijn Hofman vindt echter dat het kunstwerk ook al zijn doel heeft gehad. En daar denkt wethouder Gerry Elfrink anders over. Het kunstwerk is geschonken door Burgers Zoo in 2013 in verband met hun 100-jarig bestaan. Ja, en het feestaardvarken hoort bij Arnhem. Dus als het ook niet meer op deze plek kan liggen, dan in ieder geval op een andere plek. Ja, en de kinderen die vinden in ieder geval niet of het zijn doel voorbij is. Of het zijn doel heeft bereikt, want die genieten er nog elke dag van, zie ik. Dus ja, dat moet vooral ook zo blijven. En misschien is het ook het mooiste om de kinderen een nieuwe plek dan te laten uitzoeken. Samen natuurlijk met deskundigen. Maar dat we vooral de inspiratie en ideeën van kinderen gebruiken om ons de weg te wijzen waar een nieuwe plek zou kunnen komen. Ik denk dat er verschillende mogelijkheden zijn. Mensen hebben soms bij het park geopperd omdat dat een beeldenpark al is. Mm-hmm. Wat heel mooi zou zijn is bijvoorbeeld om tussen de verbinding tussen het Museum van Moderne Kunst en de binnenstad, wat best een belangrijke route is die we ook willen stimuleren, om daar op het onderlangs of op de plek waar nu de blauwe golven zijn, maar waar we een park willen inrichten, om het daar bijvoorbeeld te plaatsen.